this, officers. You're not helping. Hallo allemaal, PlayStation's blockbuster van dit najaar zijnde Marvel's Spider-Man 2 staat klaar en daar presenteren we vandaag volgende review van. Spider-Man uit 2018 bekeerde zelfs de grootste arachnofoob tot een volgeling van de superheld. Ontwikkelaar Insomniac Games schept daardoor hoge verwachtingen voor een opvolger, des te meer omdat we door de introductie van Miles Morales niet langer over Spider-Man, maar over de Spider-Man spreken. Insomniac Games neemt zijn plicht ernstig, want Spider-Man 2 demonstreert dat die extra verantwoordelijkheden zich vertalen in een evenredige krachtvertoning van je welste. Je pikt de webdraad in Spider-Man 2 bijna 2 jaar op na de vernieling die de Sinister Seven aanrichtte. Peter en Miles zoeken nog steeds de delicate balans tussen het muilkorven van georganiseerde misdaad en het beheren van hun persoonlijke leven. Die balans raakt helemaal verstoord wanneer Kraven en zijn hunters landen in New York City en jacht maken op zowel nieuwe als oude aardsvijanden van Spider-Man. Tijdens het hoofdverhaal slaagt Insomniac Games erin om op coherente wijze twee individuele verhaallijnen te jongleren op zowel privévlak als dat van hun alter ego. Relaties worden danig op de proef gesteld, oude bekenden keren terug en er ontstaan onverwachte allianties. Dat allemaal volbrengen zonder de focus te verliezen op het grote plaatje getuigt van een sterk staaltje schrijftalent. Een van de allersterkste punten van Spider-Man 2 is het ijzersterke tempo van het hoofdverhaal. Het openingsgevecht met een kolossale Sandman gooit meteen alle registers open, eentje waar Kratos spontaan van zou blozen. En dat tempo gaat afwisselend met enkele familiale intermezzo's de hoogte in door de vele imposante actiescènes die het spel rijk is. De pacing blijft heerlijk hoog door iconische slechterikken waaronder Kraven, The Lizard en Venom. Alles bouwt op naar een spannend slot dat de reeds indrukwekkende climax met Dr. Octopus uit Spider-Man 1 overtreft. Het mogen gezegd zijn, er is spektakel aanwezig om je duimen en vingers bij af te likken. De betonnen jungle van Manhattan wordt uitgebreid met meer residentiële districten zoals Queens en Brooklyn, waardoor de speelwereld diverser en dubbel zo groot wordt. Om tegemoet te komen aan die grotere stad krijg je webwings, waarmee hele straatblokken doorkruisen een fluitje van een cent is. Dankzij luchtstromingen en speciale lanceerplatforms op daken is het zelfs mogelijk om al zwevend op luttele minuten de volledige map over te steken. Vergis je niet, het traditionele rondslingeren blijft weliswaar belangrijk, want ook daarvoor bestaan uitbreidingen om sneller en stijlvoller de straten van de Big Apple te exploreren. En jawel, je schakelt naadloos van Peter naar Miles en vice versa, zodat je nooit aan snelheid hoeft in te boeten. Over uitbreidingen gesproken, de combat krijgt een stevige steroïdeninjectie. Om mee te beginnen, beide Spider-Men spelen anders. Miles versuft vijanden met zijn bio-elektrische vaardigheden, terwijl Peter met zijn Spider-Arms vijanden extra hard toetakelt. Gaandeweg biedt de game je een keuze aan uiteenlopende special moves en ultieme superaanvallen. Pareren, niet te verwarren met het counteren, is ook nieuw en van levensbelang om zowel bosses als speciale eenheden het zwijgen op te leggen. En zodra de symbiote-krachten ten tonele verschijnen, is het hek helemaal van de dam. Gooi de gadgets in de mix erbij en je hebt een ontzagwekkende hoeveelheid combat-opties om uit te kiezen. Het aanbod voelt soms overweldigend aan, maar komt je meer dan eens goed van pas. Je moet in latere gevechten werkelijk alles uit de kast halen om de meedogenloze aanvalsgolven te overleven. Buiten de chaos van het hoofdverhaal zijn er in de zijmissies en activiteiten meer dan genoeg mysteries op te lossen en burgers te assisteren. De eentonigheid uit de vorige game is voor een groot deel weggeschropt. Weg zijn de talloze rugzakken en de overdaad aan outposts en hideouts. Ze maken plaats voor meer gevarieerde sidecontent die onvoorspelbare verrassingen en hier en daar een aardsvijand onthult. Een onderzoek naar illegaal afgestoken vuurwerk leidt je naar een bende bijvoorbeeld die erin verhandelt. Terwijl een reddingsoperatie in een ingestort ziekenhuis een gevaarlijke secte blootlegt. Zowel Peter als Miles hebben hun unieke zijmissies die een breder persoonlijk verhaal vertellen. Spider-Man 2 beloont je tijd naast het hoofdverhaal dus met smaakvolle Easter eggs en een nadere blik op de cast van het Spider-Man-universum.
Marvel's Spider-Man 2 bewijst dat de franchise in geen betere handen dan die van Insomniac Games kan liggen. Alles wat de eerste game tentoonstelde wordt hier tot in de kleinste details naar een hoger niveau getild. Een impactvoller verhaal, uitgebreidere combat, de introductie van het heerlijke zweven bovenop het nog steeds fantastische webslingeren en een groter New York dat meer te vertellen heeft. Marvel's Spider-Man 2 levert een sequel af die het onsterfelijke imago van zijn superhelden alle eer aandoet. De ultieme Spider-Man-fantasie tot dusver. Zelf benieuwd om Spider-Man 2 te spelen? Dan heb ik goed nieuws, want Marvel's Spider-Man 2 is beschikbaar vanaf 20 oktober 2023, exclusief voor PlayStation 5. Voor je doorslingert naar de game, stop misschien even bij de like- en abonneerknop om daarop te drukken als je graag meer video's wil zien. Fijn dat jullie er weer bij waren. Voor meer informatie over Spider-Man 2 en onze geschreven review kunnen jullie altijd terecht op eurogamer.nl.